Ja, dames en heren, een heel erg warm welkom bij het Anna Wallet Memorial. Journaal Terugblik. Anna Wallet Memorial, Journaal Terugblik. Het hoofdnieuws van afgelopen zaterdag was natuurlijk wel de nipte winst van Joshua Huppertz van Kees Bol. Ja, het verschil was zodanig minimaal, het was amper met het oog waarneembaar. Maar daar is natuurlijk een expert altijd voor in de buurt. Die expert die hebben wij vanavond ook even in de uitzending en die gaat op dit moment uitleggen hoe klein het verschil dan daadwerkelijk was. 0,000000005. Dat is niet. Het wordt gezegd dat Kees Bol de afgelopen dagen niet meer uit zijn fietsenschuurtje is geweest. Want? Naar verluid is hij op al zijn wielen een extra loopvlak aan het lijmen. Scheelt net die paar millimeter. Oh, Kees. Maar Kees Bol die werd natuurlijk tweede achter een Oosterbuur. Oosterbuur? Een Duitser. We zitten in een uitzending, Marieke. Dat kan toch niet zomaar? De Duitse Joshua Huppertz verovert zijn eentje op zijn eigen fiets. De Alberse Waard. Ik heb even een prangende vraag. Oh, ja. De Duitse Joshua Huppertz veroverde zijn eentje op zijn eigen fiets de Alberse Waard. En nam geen andere fiets mee naar de heimat. Ik heb een boer gehoord, de 94-jarige boer Aantjes uit Bleskensgraaf, die zei dat is wel eens anders geweest. Nu even heel iets anders. Ja, dierennieuws. Ah. In Groot-Amers werd het warme lenteweer een gevederde vriend even net iets te veel. Hebben het natuurlijk over een haan. Die kroop door de kippengaas heen en ging op zoek naar een paar chickies. Had hij alleen even net geen rekening gehouden met het peloton van Arne Wallet Memorial wat langskwam. Een van de renners van Sunweb, Sunweb, we noemen geen namen, die ging nog achter het dier aan om hem te redden. Het verdwaasde dier rende alleen daarbij de verkeerde kant op en kwam toch nog tussen de karavaan terecht. En vond daar zijn waterloop. De buurman van de eigenaar van de haan, die merkte wel even droogjes op. Morgen slaap ik uit. Nu we het toch even over auto's hadden, Fabio Jacobsen heeft een reprimande gekregen van zijn ploegleider. Een reprimande gekregen? Ik dacht dat die jongen helemaal niks fout kon doen. Die heeft net nog een auto gesponsord. Ja, auto, dat is het niet juist. Lefevre is erachter gekomen dat Fabio ook de trainingsrondjes in de Toyota doet. Daar gaat een hartig woordje Vlaams over gesproken worden. Allee. Iedereen in zijn nopjes. En zeker clubrenner Anthony van Noppen. Anthony. Anton wel. Ja, want die ligt nu nog in bed met zijn ongewassen shirt. Beste clubrenner. Anthony wel. Freek Wallard, ploegleider Sky. Krullenbol Freek Wallard was dit weekend hot als hosting Alberse Waarde, temperaturen waren er ook na, op de filmset A League of Their Own in Meerkerk. De Noorlozer brak bij de opnames in Meerkerk door als een puur mediafenomeen. Op de filmset werd hem door James Corden, James, een plek als sidekick van Jamie Redknapp aangeboden in zijn eigen show. Freek bedankte. Hij had inmiddels een aanbieding van het Sky World Tour Cycling Team in de pocket. Corden had niet gerekend op deze passeerbeweging achter zijn billen om van het wielerteam uit diezelfde Skystal. Hij got flikt. Genaaid worden door je eigen jongens, zo lijkt het. Het wielerteam Sky hoopt het probleem vroom te tackelen. Met deze Alberse Waarde. Volgens de ervaren Jan van Arkel ploegleider Wallet heeft 0,000000 pico. 10 milligram poldrienbier, een betere werking dan die hele salbutanol shit. Het staat trouwens ook op geen enkele dopinglijst. Froome lijkt zo gered te worden door het bier, de zon van Uiterwaard. Mag natuurlijk ook ietsje meer zijn dan 0,005. Beter. En dan nu snel door naar het volgende onderwerp. Ja, want met een gemiddelde snelheid van 47,838 km per uur heeft de Arne Wallet Memorial wederom geschiedenis geschreven. Namelijk, de gemiddelde snelheid van deze wedstrijd lag hoger dan de hoogst gemeten topsnelheid in de wedstrijd.
Er is nog nieuws over Ako Ballard. Altijd. Ako ter mis. Ten einde een goed koersverloop te bedingen, is Ako Ballard ter mis gegaan in de Madonna di Lago di Chiesa. De vraag is echter in hoeverre hij dit hele gebeuren van die kerk serieus neemt. Via de tactisch opgestelde GSM probeerde de heer Ballard toch de ploegvoorstelling van Henk van der Linden te volgen. Ako. Dan is er natuurlijk ook nog Twitternieuws. Mark Zuckerberg. Ja, en vooral eigenlijk Peter Huisman, onze live Twitteraar. Die jongen die komt nu van 2 berichtjes per minuut ongeveer. En ja, zit een beetje in een zwart gat. Dus even een oproepje aan alle kijkers. Volg Peerke 1974 even. Komt die jongen ook weer de zomer door tot aan volgend jaar april. Dan, een verwarde man aangetroffen bij Amersfoort. Amersfoort. Schijnt om ene Bram van der Wal te gaan. Na een polderienbestelling van een Groninger. Bram van der Wal heeft zijn eed gezworen dat hij altijd aan hen die dorsten na gedane arbeid de polderiens komt brengen, opklompen en in een kruiwagen. Ik heb er dorst van gekregen. Sponsornieuws. Backdrop, gesponsord door de Tandartskliniek De Watertoren. Tandartskliniek De Watertoren, direct naast het huldigingspodium gelegen van de AWM, wil de backdrop voor de volgende uitzending van de Holland Cup sponsoren. De enige backdrop die niet slecht is voor je gebit. Daar staan we voor. Al dus een mededeling van medewerkster Loes van der Wal. Ja, en ook nog eens goed voor je keel. Dan is ook nog het wereldsnelheidsrecord plopkap verwisselen verbroken door Flavio Pasquino. Oh, hoe snel dan? Dan ben ik even benieuwd of we onze expert nog aan de lijn hebben. 0,000. Door naar de leider in de Holland Cup en dat is natuurlijk niemand minder dan Kees Bol. Kees Bol. Kees Bol heeft wel een jasje uitgedaan. Ja, maar we laten hem natuurlijk niet in zijn hempie staan. Daarom gaan we luisteren naar het commentaar van Wuits en de Kouwer op de leiderstruien in de Holland Cup. Eigenlijk is dat tegendraad. Dat is een ander paar mouwen. Ik denk dat de koers in de eerste plaats winnaar is. Dan zijn we al eraan gekomen bij ons laatste item en dat is natuurlijk het commentaar. Het commentaar van Daan van den Berg. Daan van den Berg, ik zeg heel goed gedaan. Daan. Met namen en achternamen. Bijvoorbeeld de naam die Griek. Die Griek? Ja, die Griek. Ja, hoor je die ook hoor je. Zeg jij maar. Nee, zeg jij maar. Nee, zeg jij maar. Ja, Daan, zeg jij het dan maar. Wil jij die uitspreken? Ik laat het jou. Een man van Tartaletto Iserix en dat is Polychronis Tsourtsakis. En u raadt het of niet, maar dat is een Griek. Ja, dames en heren, dit was natuurlijk onze geheel eigen manier om iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de Annual Memorial 2018. Ontzettend bedankt. En we hopen jullie heel graag weer terug te zien volgend jaar. Ja, want we waren toch weer de biggest, lowest, fastest polder. The biggest, lowest race. Ja, Bram van der Wal, altijd filosofisch. Leuk om erbij te hebben. Ik hoop dat je genoten hebt en tot de volgende keer. Hoi.